Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer, Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Nieuw Super Mario Bros. Whee! In de vorige aflevering hebben Iggy eventjes een klap voor zijn kont gegeven, omdat hij zo erg lekker daarmee aan het spotten was toen we hem daar tegenkwamen. En in deze aflevering gaan we verder in wereld 5-4. Dus dat we daarin gaan, kan ik heel eventjes een hele belangrijke vraag. Heel veel die is het opgevallen. Op een maandag zijn de afleveringen altijd later beschikbaar dan andere dagen. Klopt! Goed opgevallen. De issue, zeg maar, die zit hem in. De maandag, zeg maar, is mijn vaste opnamedag voor Nieuw Super Mario Bros. En ook nog eens een keertje, zeg maar, voor de weekend special. Omdat ik dan, zeg maar, alle tijd heb om alles te bewerken. Nou, zorg ik er altijd voor, zeg maar, tot maandag aflevering 1, zeg maar, op het moment tot aflevering 1 klaar is. Tot we dus, zeg maar, op dat moment ook gewoon, zeg maar, gelijk de feed. Ik word hier echt gepoond door die beesten, daar ben ik niet echt blij mee. Ik moet heel even hierin komen. Ik heb hier even een boost nodig, jongens. Nou, geef me die boost. Zingt dat ding nou? Nee, toch? Nee, daar staat hij gewoon stil. Ik dacht altijd dat ding dan zou zinken. Kom op, geef me dat ding! Volgens mij mogen jullie je pennen gaan pakken, maar volgens mij ga ik hem niet krijgen. Dat was ook niet de bedoeling. Daar, zo doe je dat. Precies. Mijn excuses voor die ene verhaal daar, maar ja, op maandag doe ik dus, zeg maar, het meeste dus een beetje editen, het meeste een beetje, zeg maar, het meeste ook opnemen voornamelijk. Dus maandag is een van de drukste dagen, zeg maar, die ik in mijn YouTube-serie eigenlijk heb. En ik zal eventjes trouwens de mechanics hier uitleggen, want ik heb nog niks over dit ding uitgelegd. Op het moment dat die vijanden opkomen, gaat die teller dus, zeg maar, omhoog. En op het moment dat er 5 vijanden op te vinden zijn, of 5 voorwerpen, want zelfs muntjes die tellen ook, dan staat dat ding stil en gaat hij dus, zeg maar, niet verder naar voren toe. Dit natuurlijk kan ook wel een beetje problematisch zijn. Oké. Als ik me niet vergis, wilden we hier nog niet. Of wel? Ik ga het gewoon doen. Volgens mij moest ik daarmee wachten. Volgens mij mogen jullie je pennetjes weer pakken. Auw. Volgens mij moest ik die hier gebruiken. Ik weet het niet zeker. Hoe ga ik hier weer uit? Nou ja, dat was niet echt de manier waarop. Oké, volgens mij wil je hier. Juist. Daar wil je dus, zeg maar, de powerblokje neergooien bij die 2 muntjes die je daar dus, zeg maar, ziet. Die zorgen ervoor dat je een beetje een aanduiding hebt waar dat je precies, zeg maar, dat ding moet gooien. En haha, die piranha plant die faalt. Zoals jullie al een beetje door hadden, dit is echt best wel een pittig level. Zeker om dus, zeg maar, een compleet te krijgen, of een compleet dinges te krijgen, zeg maar, voor voor dus, zeg maar, echt alle bonussen die erin zitten. En als ik me niet vergis, moeten we hier snel zijn om de laatste munt te krijgen. Oké, nou, dat is in ieder geval gelukkig goed afgelopen. Best een moeilijk level dit. Maar ja, aan de andere kant best wel leuk. En waarom kan ik... Ik wil hier even hoog. Ik wil hoog. Ja, dus dan doen we gewoon even de triple jump. 1, 2... Nee? Ja, dat kan ik wel. Oké, 1, 2... Goed zo. En dan nog een keer. En dan zijn we weer terug op 99 levens. Laten we proberen die 99 zo lang mogelijk vast te houden. Gewoon, ook al ga ik dood in een level, tot we dan wel dat level gewoon verlaten met 99 levens. Zou wel goed zijn. Dus... Best een moeilijk level. Nou, in de vorige aflevering had ik al uitgelegd dat we dus, zeg maar, de paddenstoelenhuisje wat we gisteren niet hebben kunnen pakken, dat we die helaas moeten skippen. Omdat het spel zo vriendelijk is om het dus, zeg maar, niet aan ons te geven. Net zoals op dat moment het warm-up-huisje niet van toepassing is. Nou, dan wil ik eerst eigenlijk naar wereld 5-5 voordat we dus, zeg maar, naar het spookhuisje toe gaan. En ik weet niet of het spookhuisje zelfs in deze aflevering gaat kopen, omdat, ja, je weet niet, zeg maar, hoe dat die vines gaan lopen en of we überhaupt daar, zeg maar, wel naartoe kunnen komen. Dus we gaan gewoon beginnen met wereld 5-5. En daarna zien we wel hoe dat het balletje verder gaat rollen. En oh boy, is dit... Dit is toch niet het level wat ik denk dat het is, hè? Oh boy, jawel, dat is dit level. Oh boy, oh boy, oh boy.
Ik ben geen liefhebber van dit level. Oh nee, zeker niet. Je moet dus zeg maar op die beesten springen om ervoor te zorgen dat je dus zeg maar verder kan komen in het spel of in het level. En die wolkjes die we hier zien... Nee! Zoals ik dus net probeerde te vertellen, de wolkjes die we dus op dit moment zien, die blokkeren dus zeg maar best wel veel van het zicht wat je hebt. En dat maakt het nogal een beetje moeilijk om te zien dus zeg maar waar dat de starcoins zich verborgen zitten. Sommige die zitten heel erg obvious zoals deze, sommige die zijn heel erg moeilijk te vinden. Goed, nou dit blok wat je hier dus zeg maar kan vinden, dat is een van de fijnste blokken die je natuurlijk kan vinden. Aangezien dat je dus zeg maar een extra springboost hebt in de lucht. En ik heb natuurlijk heel erg gefaald met de blauwe muntjes. Mijn excuus daarvoor, dat was niet de bedoeling. Dat was niet nodig geweest. Ik ben blij dat ik hier mijn blokje heb. Bullet Bill, wat ben je snel? Maar je bent niet zo snel, want ik ben toch sneller dan jou. En je gaat de verkeerde kant op. Ik weet niet wie jullie eigenlijk afschiet, maar... het interesseert me eigenlijk ook heel erg weinig. Wacht eens even. Dat dacht ik ook, ja. Maar moet ik hem hier al gooien? Nee, toch? Volgens mij niet. Ik weet het niet meer. Oh, waar moest ik dit ding gooien? Hier? Nee? Wacht, zit daaronder niks? Onder zit iets, hè? Nee, er zit niks! Oké, nou, ik heb gewoon zo'n vermoeden dat de pauwblokken gewoon als aflaat... Don't mind if I do, die wil ik heel graag hebben, dankjewel. Oké, nou, zoals ik al probeerde te zeggen... Ah, daar zit er één, oké. Ja, die pauwblok was dus zeg maar echt een afleiding. Als je dus zeg maar je spinaanval doet, maakt niet uit of je nou een propellerhead hebt of niet. Je haalt dus zeg maar dan heel erg veel van die wolkjes weg. Pauwblok, deze is wel belangrijk, dat weet ik zeker. Waarschijnlijk daar met die W. Oké, we gaan het gewoon proberen. Poef! Juist! Echt twee van die levels waarvan ik zeg van... Oh nee! Nee! En dit is trouwens de eerste keer dat we... Ja, er zit een tijdlimiet in dit spel. Ik heb nog nooit eigenlijk moeite gehad met de tijdlimiet. Tijdslimiet, waarom dat in de zit, ik weet het niet. Maar ik heb nog nooit eigenlijk dat ik dood ben gegaan dat ik geen tijd meer had of zoiets. Dus ja. Leuk, denk ik dan. Oké, nou kunnen we naar het boerhuisje. Dat zou heel erg leuk zijn. Want het zou heel erg jammer zijn als we nou in één keer... Hoe ga ik dit oplossen? Nou, ik wil mijn propellersuit eigenlijk niet kwijt. Ik denk dat we deze totaal out of order dan maar gaan doen. En dat we dus gelijk eventjes doorgaan naar Iggy's Castle. Aangezien dat dit wereld nou een douche naar mij is. En de Let's Play vloek dus eigenlijk is. Want vergeet niet, Let's Play vloek is dus zeg maar op het moment dat er iets gebeurt in een spel. Waar we dus helemaal niks aan kunnen doen. Wat dus totaal op luck gebaseerd is. Tot we dat zeg maar nou in ons nadeel hebben. En op dit moment hebben we het flink in ons nadeel. Ik zou het spel graag op volgorde willen doen. Maar nee, het spel laat het me niet doen. Het spel is zo van... Nee. Want dit zorgt er niet voor of zo tot er iets zeg maar verandert. Dus we moeten automatisch gelijk naar Iggy's Castle. De ene alternate pad is de Ghost House zeg maar. Kunnen we bij dat sterretje daar terechtkomen. We kunnen al bij het sterretje terechtkomen, zeg maar zo. Als deze dus zeg maar open zou zijn. Maar alles is helaas geblokkeerd. En de Ghost House heeft natuurlijk een secret ending, zoals ik al had gezegd. Maar goed, het spel zegt van... Nee, je mag er niet naartoe. Dus gaan we eerst naar Iggy's Castle. En dan... We gaan weer even terug naar wereld 5 dan maar. Oké, Iggy's Castle, wat heb je voor ons? Lava! Goh, wat origineel. IJsbloemen! Goh. Ik voel me gelijk weer petloos. Ben ik hier naar boven toe?
Oh, kijk nou toch eens. Iggy die begint al gelijk met zijn... Iggy is ongeduldig geworden. Zien jullie dat, kijkers? Zien jullie dat? Iggy heeft echt zoiets van... Hij denkt dat je mij kan verslaan. Nou, ik zal je eens even laten zien dat je mij niet kan verslaan. Ik kan jou wel op jou schieten. Ik kan een beetje vals lopen spelen. Letterlijk en figuurlijk, Iggy. Dat is wat je nou doet. Dat is nu wat je doet. Ben je nou tevreden? Er zitten mensen naar je te kijken. Er zitten zeker zo'n 1000 of zo man die zitten nou naar je te kijken. Echt zo, Iggy, wat ben je toch flame? Wat ben je toch een valsspeler? Geef toch eens een eerlijke kans. Tenminste, dan ga ik van... Oh, nee. Nee. Ik weiger. Nee. Gaan we weer? Nee. De oneindige nee komt weer terug als het aan dit ligt. Ik ga niet dood. Nee. Ik gun Iggy die favor niet. Oh boy. Nou, over gelijk eventjes in het diepe gooien gesproken. Oké, we wachten. Spring hierop. We wachten. Oh boy. Ik gun het Iggy niet. Nee. Iggy? Nee. En dankzij Tom weet ik zeker dat ik je naam goed zeg. Oké. Alleen maar 3 muntjes. Ik dacht dat hij misschien wel een power-up. Nee, geen ground pound. Mario niet zo eng doen. Oh, zit die vuurballen? Nee, oké. Kijk eens, jullie kunnen die pen vasthouden zoveel als jullie willen, maar ik weiger. Ik weiger, zeg ik jullie. Oké, dit ziet er heel erg inappropriate uit, om heel eerlijk te wezen. Ik weiger. Ik ga niet dood. Nee, spel. Nee. Ik weiger het, letterlijk en figuurlijk. Ik laat dit spel me niet zo'n cheap death krijgen. Nee, dat gaat gewoon niet gebeuren. Iggy, je kunt groene kotsballen afvuren zoveel als je wil, maar ik laat het niet gebeuren. Iedereen dit heeft het pennetje vast, ik weet het. Iedereen wil het zien. Gaat niet gebeuren. Ik weiger. Oké, ik moet eigenlijk die red coins hebben nou. Een beetje life insurance kan geen kwaad. Kom op. Life insurance. I like it a lot. Oké, nou. Hier hebben we ook onze checkpoint. Dan zouden we wel sowieso extra dingen hebben. Iedereen die gooit nu disappointed hun pen weer neer. Als ik nee zeg, dan bedoel ik ook nee. Kan ik die dingen trouwens ook wegbevriezen? Hoort zo, wegbevriezen. Wordt van 2014, wegbevriezen. Juist. Oké, nou. En wij wachten en we springen. En daar hebben we onze... Oh mijn god, die is gemeen. Dus ik moet op het hoogste punt springen. Ik skip hem gewoon. Het is goed, man. Oké. We hebben al 2 hele zware levels gehad. En Iggy, rustig met je groene kotsbal alsjeblieft. Ja, ik weet het. Het zou niet eerlijk zijn als ik die dingen zie niet... Waarom krijg je hier een propellerhoed? Bouncy. Bouncy blok. Leuk. Nou, dan noemen we het toch met een propellerhoed. Was Iggy niet trouwens degene die de chain jump had? Volgens mij was Iggy degene met de chinchomp, dat weet ik niet zeker. Ik bedoel, hij schiet de hele tijd van zijn groene kotsballen. En ik heb ervoor gezorgd dat hij me daar niet mee krijgt. Ja, dit is met de chinchomp. Oh boy. Met een blije bakkers. Kamek, ik word moe van jou. Kan ik niet gewoon naar op je hoofd springen? Ik bedoel, waarom blijft Mario gewoon zo staan? Hij staat op de perfecte hoogte, hij kan zo ook voor kop springen. Maar goed, die chinchomp die wordt dus een stuk groter, waardoor dat we dus nou een groot probleem hebben. We hebben Iggy... Met een grote Chainchomp. Op het moment dat je hem 1 keer raakt, wordt Chainchomp je heel erg boos. Weet je waar, we noemen die Chainchomp gewoon... Laten we hem Case noemen. En op het moment dat hij boos wordt, wordt hij dus een stuk sneller. Nou, Iggy vindt het nog steeds leuk om met groene kotsballen te gooien. En wij vinden het nog steeds leuk om op zijn kop te springen. Wauw. Aha, ik ben sneller. Op het moment dat je hem 2 keer geraakt hebt, dan blijft de Chainchomp boos. Waarschijnlijk hebben we... Nee, Iggy. Precies. Ik mag dan nou wel klein zijn, maar klein maar fijn. Natuurlijk moeten we daar boven zijn, hè. Ster... Ik wou zeggen ster.
En Mario number one! Juist. Groot gelijk. Hé, hey, maar ik ben niet dood gegaan. Ik voel een achievement. Bitch, je kunt er gewoon vanaf springen. Op het moment dat hij op het schip springt, spring jij er vanaf. Nee hoor. Help! Eigenlijk is Bowser Jr. wel een watje. Ik bedoel, hij probeert je één keer te verslaan, lukt hem niet en dan gaat hij weer wegrennen. Het enige wat hij doet is wegrennen. Non-stop wegrennen. Hi, ik ben Changeomp. Of ik ben Changeomp. Ik ben Bowser Jr. en het enige wat ik doe is wegrennen. Wat zijn jullie voor watjes? Oh, en we komen eigenlijk bij een van mijn favoriete werelden. Maar ja, een nadeel is, we moeten dus nog heel eventjes terug naar wereld 5, maar dat bewaar ik voor de volgende aflevering. Dus heb je een leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En morgen gaan we dus zeker in wereld 6 heel eventjes kijken. Maar we gaan eerst terug naar wereld 5. Dus ik hoop jullie allemaal te zien in de Ghost House, morgen bij wereld 5. Dank jullie wel voor het kijken en tot dan. Doei!